Hallo mensen, welkom terug in Minecraft. Vandaag heb ik voor jullie een tutorial van een heel klein en simpel redstone mechanisme. En dat is namelijk een hidden crafting bench. Jullie hebben misschien wel een keertje gehad dat je een heel mooi beeld hebt gemaakt voor bijvoorbeeld een storage area. Maar dat er dan natuurlijk wel een crafting bench moet zijn. Maar ja, crafting benches zijn meestal niet al te mooi. Dus ja, het kan zijn dat je hem weg wilt hebben. Met dit systeem hoef je alleen maar op deze knop te drukken. En dan komt er dus een crafting bench omhoog die volledig te gebruiken is. En dan craft je bijvoorbeeld sticks bijvoorbeeld. Ik ga nu die doen, want mijn inventory nu precies goed is voor de tutorial. En wanneer je weer op de knop drukt, verdwijnt die gewoon. Ik heb hier naast iets duidelijker, zonder al die blokken eromheen heb ik hem hier gemaakt. Zoals jullie kunnen zien, het is vrij klein, is vrij weinig voor nodig. En weer, als je op de knop drukt, wordt het blok verwisseld. Nou, om dit te maken in survival heb je niet al te veel nodig. Het enige wat je nodig hebt zijn 5 bouwblokken naar keuze, 3 repeaters, 3 sticky pistons, een crafting table natuurlijk, 3 redstone torches, 3 stukjes redstone en een knop. En wat je als eerste wilt gaan doen is 3 gewoon blokken neerzetten zo. Hier een sticky piston die omhoog kijkt. Ik ben nu zo gewend om dit in creative te maken dat het in survival wat moeilijker gaat. Met een torch hier, een torch daar en een torch daar. En dan alvast een repeater met 2 ticks, oftewel 1 keer rechts erop klikken hier en eentje daar. Met hetzelfde. Dan wil je hier een sticky piston op plaatsen die hierin kijkt en ook aan de andere kant. Dan plaats je hier je crafting bench op. Daar een bouwblok. Hier 3 stukjes redstone. Hier een blok, wat niet gaat lukken aangezien er redstone op ligt. Maar op deze manier wel. Met daarop, ik ga hem alleen aan de zijkant, maar dat maakt dus niet uit. Ergens de knop. En dan een laatste redstone repeater. Die moet vanuit deze redstone torch deze sticky piston in. Om zonder ticks om het te voltooien. En nu, wanneer je op de knop drukt, worden de blokken omgewisseld. Mensen, dat was het voor deze Minecraft tutorial. Ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En tot de volgende video.